Oh. Oh. Haha. Hey mensen. Top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze werkplaatsvlog. We gaan vandaag weer lekker klussen. Ga ik niet alleen doen, want hier is vandaag Kevin. Kevin. Hey, goeiedag jongen. Goeiedag. Ja, goed dat je er bent. Ja joh, een dagje helpen. Zo, mooi. Hey, jij zit normaal in het sloopwerk hè? Ja, klopt. Nou, jij sloopt tanks. Ook, ondertussen ook. Zo, morgen. Tanks, havenkranen, eigenlijk alles wat met staalconstructies te maken heeft. Dat is ruig. Jij werkt met zo'n kraan met zo'n grijper erop. Ja, mobiele kraan. Zit ik zelf op, dus ja. Vet. Dat is mooi. Ja. Ja, dit is dan, ja, dit is niet zo spectaculair. We waren begonnen met dit allemaal te schilderen. Ik wilde eigenlijk daar even de lichtblauwe verf een beetje erop kwastificeren. Ik hoop niet dat hij terug in het blik ruikt, want het is verdorie koud nou. Ja, het is fris. We kunnen wolkjes blazen. Maar deze is wel droog, dus ja, dit is goed gelukt. Dus dat, ik denk dat die blauwe verf ook wel lukt. Het is in ieder geval niet de gele verf van de bouwmarkt. Dus ik heb bij Indy heb ik verf besteld en die droogt eigenlijk altijd wel goed. Dus, dat is goede spul hè, bij Indy. Zo is het. En daarover gesproken, als het goed is, liggen er in die kluis ook de slangetjes die we besteld hebben. Hè? Kijk, daar. Die, maar dan nieuw. Dus laten we gelijk even kijken. Ja, dat kunnen we gaan doen, toch? Zo is het. Dan kunnen we straks na het kwasten dat in elkaar gaan zetten. Hebben we nog wat leuks te doen. Hey. Dat ziet eruit als een rolletje slang. En dat zijn nog twee verfblikken, lichtblauw. Maar daar hadden we nog wel van, maar nu hebben we zeker genoeg. Er is niks wijzer dan wijzer raad als voorraad, hè? Zo is het. Laten we het uit gaan pakken. Nou, daar ben ik het meest benieuwd naar. Het is geen tuinslang. Nee, het moet met één stalen laag zijn. Ja, toch? Ja, dat moet hem zijn. Ja. Dat moet goed komen. Mooi. We kunnen natuurlijk gauw één proberen. Zo'n koppelingetje gewoon eraan te zetten. We kunnen proberen wat jij wil. Ja, dan weten we het. Anders zitten we de hele tijd in spanning terwijl we aan het schilderen zijn. Dan vergeet ik allemaal stukjes met schilderen. Dat is niet handig. En anders kunnen we nog bedenken als het niet lukt hoe we het wel kunnen fixen. Tijdens het schilderen. Dat is zo. Daarom. Dat vind ik een goed idee. Laten we dat doen. Oké. Okay. Oh ja, de unboxing was nog niet klaar. Deze ook nog even kijken. Dat is de lichtblauwe verf. Wist je dat het tot Duco komt dat alles nou lichtblauw wordt? Nee, weet ik niet. Nou, hij had deze accukar gemaakt. En toen zei ik, welke kleuren wil je hem schilderen? Moeten wij eigenlijk wel schilderen, dan is het wel een stukje mooier. Dan moet alles lichtblauw in de tent. Ja, dus toen was hij dus gaan kijken en toen kwam hij met een blik lichtblauw. Hij zei, ja, dat vind ik wel mooi. Dus dan moet het allemaal maar uniform lichtblauw worden. Ja. Het is wel één geel dan. Dat is zo, ja. Ik vind roze toch een beetje te schreeuwerig in de werkplaats. Ja, ik vind het blauw beter. Één attribuut kerels, maar die is ondertussen weg. Zo is het. Oké, okay. Ja. Laten we kijken. Oh, nou. Ja. Ik denk dat het lichtblauw is. Dat is goeie. Dit is een venstertje, hè, dat bovenste. Dat is niet een plaatje wat lichtblauw is, maar dat is echt transparant. Oh nee, toch niet. Ja, is dat echt plastic? Ja, echt. Ja, dan mag je dadelijk. Mag je daar proberen, kun je afpoetsen met je vinger. Ja. Nou, laten we kijken of dat die slang past. Volgens mij wel, als ik dit zo zie trouwens. Misschien moeten we eerst gewoon eens proberen zonder olie erop te draaien. Wat denk jij? Ja, we kunnen het altijd proberen toch? Ja, inderdaad. Even zien. Deze is. Nou, hij doet het al, joh. Hij gaat er zo op. Dat gaat goed. Oh, dit werkt wel echt goed. Het is wel echt de slang die we moeten hebben, ja. Ik kan nog een beetje verder, volgens mij. Ja. Ja, hij gaat nog verder. Dat is hem. Oké, nu deze erin draaien dan. Hier een beetje olie aan. Ah. Daar hebben we genoeg van.
Hier. Nou zeg. Zullen ze nou ook slang onderweg mee hebben? Ja, die kunnen ze zo maken dit. Je zou wel eens kapot hier om kunnen staan. Dit is wel een mooi systeempje toch? Dat zit goed vast, die wordt er echt behoorlijk ingeperst. Ja. Ja, die doren die is konisch en door die schroefdraad kun je hem er echt erin persen op deze manier. En dan wordt die slang die wordt echt tussen die huls en die doren echt flink vastgeknepen. Het is wel voornaam dat je echt wel de goede maat slang hebt. Ja, anders dan... Dan heb je niet... De verbinding die je graag zou willen, nee. Er komt natuurlijk ook een hoog druk op te staan. Ja, toch, ik denk dat het al meevalt, eerlijk gezegd. Ik weet niet hoeveel druk dat dit is van die stuurbekrachtiging. Zo, hij zit vast. Nou, mooi. Kijk dan toch eens. Prachtig. Zo, daar ben ik blij mee. Oké, we gaan al die slangen maken. Oh nee, we gaan eerst schilderen. Ja, die waren we dus vergeten met de grondverf. Ja. Oké, ik ga hier ondertussen de verf ingieten. Dan ga ik alvast een beetje blauw eroverheen blubberen. Zo, eens even kijken. Ik ben benieuwd hoe dik deze verf is eigenlijk. Die hebben we al eerder mee geschilderd. Het zal een beetje verdund zijn misschien. Ik denk dat die best goed is. Niet te dun moet zijn ook. Laten we maar eens gewoon proberen zo. Oh. Je zag het ook gebeuren. En zo heel voorzichtig zo een beetje draaien. Dat niet alles eruit kwarkt. Oh ja. Dan krijg je een beetje extra. Maar dat zou je net nodig hebben. Ja, dit is net... ik denk dat we meer nodig hebben nog. Oh. Mijn rolletje moet toch wel iets verder... Ze rolt er niet. Op! Ja, ja, anders past hij niet goed in mijn bakje. Ah, dat gaat wel. Mooi toch? Ja, zeker. Valt goed op. Inderdaad. Maar dit ziet er goed uit allemaal. Ja, ik heb geen hele avondvullende film gemaakt van hoe wij dit gerold en gekwast hebben. Maar ja, goed. Hey, het resultaat is... Nou, is daar. Ik vind het er goed uitzien allemaal. Dit ging ook echt wel veel sneller dan die grondverf. Die grondverf was echt veel vervelender om aan te brengen. Dit was echt met één keer rollen was het eigenlijk meteen gewoon goed. Dat hoefde niet in meer lagen allemaal. Oké, even kijken hoe laat het is. Want volgens mij is het gewoon tijd voor koffie ondertussen. Oh, precies 11 uur. Koffie. Koffietijd. Lekker. Ja. Ah, de koffie is op. En de taart ook. Ja. Lekker man. Ja, lekker hè. Zo. Hey, we kunnen die slangetjes gaan maken. Ik heb net even op de foto's gekeken hoe het ook weer zat. We kunnen in ieder geval deze lengte kunnen we gewoon namaken. Die is goed. Deze kunnen we ook namaken en die kunnen we ook maken. Deze dat was, daar klopte helemaal niks van. Die zat echt in een hele nare knik. Ik denk dat deze dezelfde was
als die oorspronkelijk. Maar dat ze die ooit al een keer kapot hebben gehad en toen ingekort. En toen is het een heel lullig slangetje geworden, wat eigenlijk in een houding zat wat, ja, wat niet kan. Dus nou ja, laten we deze gewoon na gaan maken. En dan kunnen we vervolgens controleren of dat we die langere slang, of dat die op de plek kan zitten waar deze zat. En als dat zo is, dan maken we er nog zo eentje. Oké, nou goed, laten we het doen. Gaat-ie? Ja, gaat goed. Ah, mooi. Kom even kijken. Net niet een lekkere slag maken. Ja, bij de rechte slangpilaren die kunnen we niet tegenhouden in de bankschroef. Dus die moeten we even terug op de cilindertjes draaien. En dan kunnen we pas die pershuls losdraaien. Tenminste, het slangpilaartje uit de slang. Heb je er al een paar klaar ook weer? Eentje boven te leggen. Oh, hier ja. Hey. Ja, super. Dan ga ik die al vast uit elkaar draaien. Ja, dit is het probleem natuurlijk. Kijk, als je deze eruit wil draaien... Dan die zeskant die gaat natuurlijk meedraaien. Kijk, dat is zo'n wartelmoer. Maar als we hem dan vastdraaien op de cilinder, op de fitting, dan wordt dit vastgekneld en dan draait dit niet meer mee. En dan kunnen we deze eruit schroeven. Oké, ik ga de slang eruit draaien en dan kan ik deze persel vast daarop zetten. Zo, hallo. Hallo. Ik heb er hier eentje die kan je in elkaar draaien als je wil. Ja. Hetzelfde verhaal, die kan ik zo natuurlijk ook niet aandraaien. Ik leg hem hier neer. Ja, ik heb er nog eentje voor jou. Ah, mooi. Hey, goeie. Dankjewel. Hartstikke. Mooi hè? Ja, zeker. Ja, ik denk even uitspoelen. Want er zit natuurlijk toch een beetje vuil in natuurlijk, ook van het slijpen. En ook goed, zit een beetje troep daar nog aan, wat zand en zo. Laten we ze even goed schoonspoelen en dan kunnen ze kijken of ze passen. Ja, we hebben natuurlijk een beetje andere lengtes gemaakt. Daar zat een hele korte slangetjes ook bij. Dat is die bijvoorbeeld, die zo heel naar in een knikje lag.
En ik denk dat we, doordat we die nou iets langer hebben gehouden allemaal, dat die hele korte wordt trouwens echt zo'n hele lange, maar dan kan in ieder geval gewoon een beetje in een grotere bocht liggen. En ik denk dat die oorspronkelijk ook zo zat. Nou ja, laten we ze schoonmaken en dan kunnen we ze passen. En dan moeten we ook nog even kijken bij de koppeling, hè, wat we net zeiden. Ja, kijk, misschien dat er daar ook nog een kapot slangetje tussen zit. Ja, inderdaad. Ja, die koppeling die zal waarschijnlijk ook hydraulisch bekrachtigd zijn. Dus vermoedelijk zit daar ook zo'n slang op. En het zou zomaar kunnen dat die net zo oud is als de slangetjes die hier eigenlijk op zaten. En dat die dus ook in zo'n soortgelijke staat verkeert als deze. Dus laten we dat even controleren voordat we er nieuwe olie in gaan gieten. Want dan eindigt het misschien ook weer onder het voertuig in plaats van in de olietank. Zou jammer zijn. Ja, inderdaad. Ja, de olie is ook gewoon het duurste van deze reparatie. Want zo'n slang die kost echt, dat zijn maar euro's. Maar olie is wel duur. En nou gezien de hele situatie is het misschien nog wel een beetje duur geworden. Ja, ook nog wel. Zeker. Laten we kijken naar die koppeling daar. Eens kijken of dat we die... Ja, die slangetjes ook slecht zijn. Ja, dat kunnen we doen. Gaan we doen. Ja hoor, ik zie ze ook al gewoon al zitten. Ja, maar... Ja, nou weet je wat we doen? Laten we die ook gewoon eraf halen dan. Ja. Maar we moeten misschien eerst die andere installeren. Want dan kunnen we namelijk onze oordopjes hergebruiken om die kanalen af te pluggen daar. Ja, maar dat is precies hetzelfde slangetje. Ja, nou mooi. Kunnen we die ook gewoon vervangen? Dan is het ook opgelost. Ja, het is een beetje krap daarvoor in, dus ja. Daar kun jij misschien ergens anders even mee bezighouden. Ja, ik hoorde dat mensen graag beugelstrafhouden hebben. Ja, hè? Ja. Ja, dat zag ik ook in de comments. Iedereen stoorde zich aan die rekken die er allemaal op zitten. Ja, erg fraai is het niet. De stoeltjes die wil ik er ook niet terug op gaan zetten, maar ik wil daar wel een soort van ding van maken. Je had een goed idee, hè, daarover? Ja, dat je hem gewoon met de heftige kop kan pakken, erop kan monteren of erop zetten met bouten vast kan zetten. Dus als je het wil gebruiken, dat het er zo op en er ook weer zo af kan. Ja, dat het gewoon één ding is in plaats van allemaal losse dingen. Want dat is nu een beetje het ding. En dan kunnen die relingen bijvoorbeeld daar ook deels aan vast. Ja. Dat zou wel goed zijn. Ja. Is wel leuk, want dan kunnen er ook een keer mensen meerijden natuurlijk, hè? Tuurlijk, als je een keer wat gaat doen. Zo is het. Ja, net als deze. Ja, dit moeten we gewoon hier afslijpen. Daar ook. Dat is het voordeel dat deze deur dan ook weer helemaal open kan. Ja, dat gaat nou niet. Dus nou... Ja, die komt daar tegenaan. Kijk, eigenlijk moet die open kunnen. Helemaal. En dan kun je hem volgens mij hier vastzetten met iets. Dan valt hij wel binnen de... Ja. Exact. Als je hem nou vergeet en je rijdt naar buiten, dan leg je hem nu eruit. Dat moeten we niet hebben. Nee. Ja, nou, het trappetje willen we wel behouden, want dat is heel erg fijn. Alleen, die is wel behoorlijk krom. En daar hebben we al wat materiaal voor gevonden. Kijk, hier ligt al een buis klaar. En ik had ook al een paar lasbochtjes klaargelegd. Ja, oorspronkelijk kon die onze tray ook inschuiven. Maar dat hoeft niet meer, dus ik denk dat we hem gewoon daar af moeten slijpen. En dan maken we gewoon een mooi trappetje met een lasbochtje onderaan zo. Twee treden weer. Kijk, want dit is niet helemaal goed. Dat is ook een ongeluk wat nog moet gebeuren als we dit zo laten hangen. Dus ik denk dat we die gewoon eraf moeten slijpen preventief. Beter dat er in ieder geval geen trappetje aanhangt nu in eerste instantie dan een trappetje waar je eigenlijk niet van op aan kan. Ja, deze beugel die korten we gewoon in. Zo. Dan houden we dit stuk wel. Zorgen dat we dit stuk weer erin kunnen zetten met een buis die hier inschuift. Ja, die moet gewoon helemaal weg, deze. En de handgreep daar, die kunnen we wel behouden. Dat is wel handig, denk ik. Om iets aan vast te maken of zo ook. Oké, nou goed. Ja. Ik zou zeggen, slopen, dat is jouw vak, hè? Ja, dus... Gelijk beginnen, hè? Ja, niet met een kraan en knijper, hè? Nee. Laten we een slijptol pakken. Nee, een slijptol. Very nice. Ja.
Geen stroom. Oh, haha, grapje. Stekker. Oh, nee, dat was ik al vergeten. Kapot. Ja, die stekker moeten we inkorten van de slijptol. Oké. Okay. Wat een anticlimax. Ja. Ik denk, nou gaat het gebeuren. Ik was het al vergeten. Ja, dat klopt. Die is, die snoer die knikt dan daar zo vlakbij dat, waar die eruit komt. En daar is hij kapot. Dus we moeten hem eigenlijk even inkorten. Kijk. Ja. Ja, deze die is weer gewoon geknikt. Hè. Dat is daar vlakbij die bandrestrictor. Daar gaat hij altijd stuk. Dat is wel fijn eigenlijk. Het is een hele lange snoer aan, dus je kunt nog heel vaak inkorten. Dit moet jij eigenlijk even zien. Ik heb net deze hendel even naar achter getrokken. Zodat dat cilindertje daar... Ja, zodat ik die daar terug kan monteren. Hè. Dat draadeindje daar. Daarin, hallo, ik zit in mijn eigen licht nou. Zo. Kijk, dat cilindertje moet daar vast. Kijk hier. Hier. Zie je dat? Heel die stoel staat gewoon los. Daar, die hieronder zit ook bout, hè. Ik doop deze tank nu officieel de tank van de losgelopen bouten. Hier. Daar zo, daaronder. Dat zijn de bouten waar heel de stoel mee vast zit. Die moet ook even bijdraaien. Ik zit ook gewoon hand vast. Echt joh. Alles is uit elkaar getrild. Oké. Ik denk dat we gerust gewoon met een zak sleutels hier binnen kunnen gaan zitten en gewoon alles wat je ziet aan bouten gewoon een keer proberen aan te draaien, want het is echt een hoop los. Deze zit hier ook los voor de grap of zo. Misschien zit de drups ook wel los. Ja, dat is fijn. Dit is eigenlijk het tegenovergestelde van die andere. Daarbij zat alles vast. Ja. Ook alles wat los moest zitten zat vast. Ja. Maar bij deze zit alles los, ook de dingen die vast moeten zitten. Ja, ja. Oké. Okay. Die schuif ook maar controleren. Ja joh, die valt er straks gewoon af. Ja. Oei. Ik heb de boel even met remreiniger ontvet. Met de compressor een beetje schoon geblazen. Dus dat verdeelblok wat er zit is mooi schoon. Ook deze aansluiting eventjes een beetje schoon gemaakt. Dan kunnen we gaan kijken of die slangen passen. Ja, ideaal. Ik heb even fotootjes gemaakt van hoe het zat. Dat is natuurlijk super handig. Hè? Als je iets uit elkaar haalt, gauw even een fotootje maken. Kijken hoe het in elkaar zat. Dan hoef je het allemaal niet te onthouden. Dus. Je kunt ook nog video's ervan maken en op YouTube zetten. Vinden andere mensen ook leuk om te zien. Zo, nou, twee slangetjes zitten er al op. Ik heb niet zoveel kunnen filmen. GoPro die nokte ermee. En ondertussen, mijn handen zijn zo vettig. Die zijn te vuil om de camera eigenlijk aan te pakken. Hé, maar dit gaat goed hier, zie ik. Ja, ik heb een brokstuk in mijn handen. Hoei! Hey. Even kijken langs de zijkant hoe dit eruit ziet. Ziet er wel dik uit. Ja, beter hè. Gelijk een heel stuk meer tank en minder kermisattractie. Ja. En het deurtje kan helemaal open nu. Ja. Jou de eer. Ja, veel beter. Steekt nu wel iets uit, maar wat beter. Ja, kijk. Dan kunnen we dit ook gewoon open houden als we willen rijden. Dan kun je tenminste nog rechts over je schouder kijken. Ja, kun je in Engeland naar de McDrive? Ja, dat inderdaad. Dat is ook zo'n McDrive raampje. Mag ik een bestelling? No. Doe maar een vriendje oorlog. Ja. Oh nee, dat hebben ze daar niet. Nee.
Nou, dit is goed. Kijk, ja, hier een klein stukje reling laten zitten. Dat is wel handig om erop te stappen. En, en hier nog een extra opstapje, ook handig. Ja, mooi. Ja, deze kunnen we er ook afchakken. Goed, ik ga de cilindertje vast vreubelen en die andere slangen erop zetten. Ga ik de rest eraf zagen. Very nice. Het zit er allemaal op, die spaghetti. Wat een vettige bende was dat. Ja, al die olie begon er natuurlijk uit te lopen toen ik die oordopjes eruit haalde. Ah, maar dat zijn goed gesmeerde oordopjes nu. Die komen goed van pas. Want daar zit nog zo'n slangetje. Twee. Die moeten we ook vervangen, denk ik. Ho ho, pas op hè. Het zou handig zijn als daar een reling was of zo, maar vast te houden. Zo. Dan gaan we deze slangetjes er ook uit halen. Ja hoor. Bloep, 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 bloep. Kijk. Ja, dat is beter. Kijk. Dicht. Wat wel naar is, is nu dat we niet echt een fijn slangpilaatje hebben om deze in elkaar te persen. Waar je gewoon fatsoenlijk bij kan. Ja. Eigenlijk moest die leuning van die stoel helemaal plat kunnen, maar dat gaat bij deze gewoon niet. Ja, dat gaat wel met een slijptom, dat is eenmalig. Nee, nee, maar het kan niet, want die persluchtflessen liggen erachter. Ja. Ja, we hebben er al één. Dat is de eerste. En deze nog even. Ja, deze is ook bijna los, hè. Er is nog maar één fittingje. Ja, een goeie. Kijk, hebben. Oké. Okay. Dan draai ik gelijk die rechte fittingen eruit, denk ik. Sleutel 13. Ja, heb ik ook nog. Dat is goed. Oké. De verleiding is groot om gewoon hier weer een slang los te draaien hiervoor. Ja. Maar ja, dan hebben we daar weer een olielek. Ja, het probleem verplaatsen. Ja. Dat zou wel dezelfde fitting kunnen zijn. Gauw kijken. Dat zou fijn zijn. Nee, wel. Ja, wel denk ik. Ik dacht het is kleiner. Ja, is kleiner. Zie je? Jammer joh. Als wij dit opnemen is het natuurlijk vrijdag en dan staat het ding het hele weekend daar te druppelen en we moeten echt gaan afsluiten, want het is tijd dat we live gaan voor Patreon dadelijk. Dus ik zet er even een lekbakje onder, die maak ik even goed schoon, dan kunnen we die olie er gewoon weer terug in gieten natuurlijk. Hè. Even kijken. Gaan we echt net niet halen daar. Hè? Kijk, iets anders dan.
Die past wel. Ja, er moet ook wel genoeg olie in kunnen natuurlijk. Ik kan een heel klein bakje eronder zetten, maar ja, dan... dan moet ik hem vanavond al gaan overgieten in een grote bak. Dat is niet handig. Kijken. Yeah. Oh, yes, this is nice. Huh. Ligt hij erin? Ja, oké, goed genoeg. Dat gaan we in de video morgen doen, maar eigenlijk is dat maandag. Zo, ja, het is tijd hè, we moeten het alweer gaan afsluiten. Ja. Hey, maar laten we even kijken hoe dat hij er nou eruit ziet zo zonder die rekken, want dat is echt wel een stuk beter inderdaad. Kijk hier, ja, deze, oh, die hadden we eraf geschroefd inderdaad. Die moeten trouwens ook nog afslijpen. Dat is een zijwand van het bergvak wat er eigenlijk achterop zit. Ja, dit is beter. Kijk, op deze hebben we wel laten zitten. Dat is toch wel handig. Maar wel iets subtieler. En dat is in ieder geval niet helemaal aan de bovenkant eruit steken. Ja, het trappetje, dat gaan we opnieuw maken. Ja, ik vind het een succes. Wat vind jij ervan? Beter, hè? Ja, het ziet er beter uit. Meer een tank, minder kermisattractie. Ja. Ja, dat is goed. Ah, mooi. Ja, dan moet ik nog eventjes hydrauliekolie bestellen. Dan kunnen we de volgende keer het andere slangetje nog erop zetten. Kunnen we olie bijvullen. En dan denk ik het motorruim weer verder opbouwen. Dan, dan het ding buiten rijden en kijken of die kranen zo werken. Die ja, kraan die ik nou niet zie, maar... Ben ik wel benieuwd naar, ja. Zo, ja, echt hè? Ja, ik ook. Ik wel meerdere mensen. Ja, zeker. Ja, dat is mooi. Ik heb een plan met het ding. Ik wil er een aantal dingetjes mee gaan doen ook. Maar dan moet je het wel eerst doen. En ik was er eigenlijk vanuit gegaan dat hij het deed. Alleen stiekem was er toch een beetje werk aan. Maar goed, als deze dingen gerepareerd zijn, dan denk ik dat hij best wel goed in orde is. Dus dan gaan we stevig aan de tand voelen natuurlijk. Ja, mooi. Maar we gaan het nu afsluiten. Dus Kevin, hartstikke bedankt voor jouw hulp vandaag. Ja, ik vond het ook hartstikke leuk om een keer te komen helpen. Ja, super. Ik vond het gezellig. Ja. Je bent nog van harte welkom hoor, dus ja, laat maar weten wanneer je weer een keer van de partij bent. Dan gaan we goed komen. Ja, super. Ja, en je taart is nog niet eens op joh. Je hebt allemaal taart meegebracht en zo. Ja, lekker man. Nou, dan kunnen we dadelijk bij de live, maar bij biertjes maakt dat niet zo hè. Nee, maar voor de vrouw. Ja, oh nou. En de kinderen. Oh jee, nee. Pas op hè, dan eet ze er dadelijk allemaal in één keer op en dan krijg ik het weer op mijn bord dadelijk hè. Ja, ik bedoel dan figuurlijk, dan niet letterlijk de taart op mijn bord, maar ik bedoel krijg ik weer te horen dat... Ja, precies ja. Nou ja, goed. Hey Patrick, Hey Kevin, hartstikke bedankt jongen. Ja. En graag tot de volgende keer. Hey, graag gedaan. Super. En jullie allemaal, hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.